super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Het zal weer niet zo zijn, maar dan ben ik weer met een shopvlog. Ja, ik kan net zo goed mijn kanaal Sabrina Shopvlog kanaal noemen. Naast shopvlogs komen er af en toe vlogs. Maar daar gaat in het nieuwe jaar verandering in komen. Het is voor nu voor mij even wat makkelijker om makkelijke content te maken. Want ja, voor de mensen die mij volgen, die weten dat ik sinds november stage loop en fulltime stage vereist gewoon zoveel energie. Ik wil niet klagen, want ik vind stage heel erg leuk en leerzaam. Maar het is nu zo dat ik alleen in het weekend kan filmen en soms heb ik ook gewoon behoefte om lekker niks te doen en lekker tijd te spenderen met vrienden, familie en mijn vriend natuurlijk. Maar vandaar dat ik gewoon even lekker makkelijk een shoplog heb. Ik heb een aantal dingetjes ingeslagen die ik onder andere nodig had. En dingen die ik niet nodig had, maar wel wilde hebben. Typisch. Dus mocht je benieuwd zijn naar de aankoopjes die ik nu deze maand in december heb gedaan, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Mocht je videosuggesties hebben die ik in het nieuwe jaar waar kan maken, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Want hierbij wil ik ook echt beloven dat ik niet alleen maar shoplogs ga maken. Laten we gewoon eerlijk zijn. Het is gewoon content die gemakkelijk te maken is. Oké. Ik heb onder andere bij Kruidvat en Action wat dingen gehaald. Laten we beginnen met de dingen van Kruidvat. Als allereerst een screen protection set. Ik hou deze altijd. Ik vind hem echt super fijn. Hij kost €7,99. En dan krijg je een protection plakkertje en een transparant hoesje. Ik raad je deze echt heel erg aan. Ik ging voorheen altijd eerst naar de Apple Store om daar een beschermlaagje op te plakken. Maar daar kost het echt iets van €30 en dat vind ik belachelijk veel geld. Dus nu doe ik het lekker zelf. En ja, dit vind ik best wel cheap. Voor €8 krijg je 2 producten. Dus die. Dan heb ik een voorraad aan haarproducten gehaald. Voornamelijk shampoo en conditioner. Het was een actie en ik moest gewoon gebruik maken van de actie. Ik heb hier een shampoo en conditioner van Garnier, de Loving Blends line, in de variant honinggoud. En ik vind deze echt super fijn. Ik ben, om eerlijk te zijn, wel een klein beetje aan het experimenteren met shampoos. Wat nou wel en niet voor mijn haar werkt. Maar ik merk dat dit sowieso een blijvertje is. Dus ik heb dit opnieuw gekocht. En ik heb voor het eerst dit merk gehaald. Namelijk Mane & Till. Geen idee of ik het goed uitspreek. Maar ik ben geïnfluenced door een van mijn vriendinnetjes. Namelijk Rosalie. Zij had hier een samenwerking mee. Ja, ze doet haar werk heel erg goed. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. En ik had er ook persoonlijk over gesproken. En ze zei oprecht dat dit heel erg fijn is. Dus ik ben benieuwd. Ik dacht eerst dat het paardenshampoo was. Want zo'n uitstraling had het ook. Vanwege de verpakking. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit ook goed werk doet voor mijn haar. Dus dit. Dat waren mijn Kruidvat aankopen. Nu heb ik ook wat dingen van de Action. Ja, Sabrina en opbergdingen. Normaal gesproken ben ik niet zo onvoorbereid. Maar mijn camera is uitgevallen. Deze camera waar ik net mee filmde, ja. Die is leeg, dus die zit nu in de lader. Maar ik dacht, pak gewoon mijn andere camera erbij. Misschien iets ander soort kwaliteit. Maar we gaan het er gewoon mee doen. Oké, waar was ik? Hier. Opbergpakken. Ik weet niet exact meer wat ik net aan het vertellen was. Ik zag dit liggen en ik dacht, ja, hier heb ik vast wel een plekje voor. Dan heb vaak als ik in de winkel sta, dan heb ik allemaal ideeën. En dan heb ik eigenlijk geen idee of er ruimte voor is. Maar ja, de Action is toch mega goedkoop. Het was iets van €2 per bak. Dus ik heb hier er 2 van gehaald. En ik zie vanzelf wel wat ik ermee doe. Ik dacht, misschien is het wel handig om het in mijn kledingkast te doen of ergens anders. Ja, ik heb altijd extra opbergruimte nodig. Dan heb ik nog 3 van deze kleine bakjes. Ik ben wel helemaal into de witte opbergbakjes. Ik vind dat wel het meeste clean air uitzien. Ook hier heb ik nog geen bestemming voor. Opbergpakjes komen altijd wel van pas. Dus ik heb deze 3. Die waren 50 cent per stuk. Dan heb ik iets wat ik niet per se nodig had. Maar wat ik er wel heel interessant uit kon zien. Namelijk toilettasjes. En je kan niet genoeg toilettasjes hebben.
Dit is een set van 3 van het merk Cosmopolitan. We hebben hier als eerst een doorzichtige en hier heb je ook een logootje, labeltje staan met Cosmopolitan erop. Dan hebben we deze met een soort van slangenprintje. Tot mijn verbazing vind ik het wel er heel erg top uitzien. En dan hebben we nog een kleintje. Ik vind het wel chill dat ze 3 verschillende formaten hebben. Dus deze kan je heel makkelijk meenemen in je tasje. Deze kan je ook lekker... Ja, dit formaat is ook handig om mee te nemen. En deze gebruik ik gewoon denk ik voor thuis. Of als je op reis gaat of ergens anders gaat slapen. Want ik merk dat ik het toch wel chill vind, hoe lelijk het ook is, om gewoon te zien wat je allemaal hebt. Dus dat transparante kan zo zijn voordeel hebben. Dan hebben we snoep. En normaal gesproken ben ik niet echt zo'n snoeper. Maar ik merk dat ik in het najaar wel sneller de neiging heb om te snaaien. En ik was met mijn vriend bij de Action. En ik zei tegen hem, kijk maar of je iets lekkers ziet. En hij zag dit. Toen dacht ik, dat halen we dan gewoon. Dit zijn zure matten. Oh, dit snoep is vegetarisch. Er zit geen gelatine in. Heel chill, goed om te weten. Dus de vegetariërs onder ons. Of nou ja, ik ben niet per se vegetariër. Maar ik eet soms vlees. Soms niet. Maar als je vegetariër bent, is dit goed om te weten. Dan heb ik even tussendoor ook wat dingen van de Xenos. Ik ga straks wel weer verder met de dingen van de Action. Maar ik graai nu alles uit 1 tas. Maar ik heb ook wat dingen bij de Xenos gehaald. Namelijk dit fotolijstje. Of lijstje. Een fotolijst. Hij is best wel groot. Hij is 40 bij 50 centimeter. Deze is niet voor mij. Deze is voor mijn vriend. Hij weet dat ik deze heb gehaald, want we waren samen in de winkel. Maar hij krijgt deze van mij voor kerst, want hij had een lijst nodig. Dus ik heb deze voor hem. Dan heb ik een Xenos shopper. Ik had geen tas bij me. Hoe stupid. Het was eigenlijk niet eens van plan om iets te kopen. Heel vaak als ik al van tevoren weet dat ik dingen ga halen, neem ik een tas mee van thuis. Maar als dat niet het geval is, koop ik er één. Maar ik koop wel altijd een herbruikbare tas. Want dan kan ik hem nog een keertje gebruiken. Anders werd het zo zonde om een plastic tas te halen. Dus ik heb een shopper gehaald. En even kijken. Dan heb ik ook voor mezelf een lijst gehaald. En ik heb deze gehaald niet om de lijst zelf. Maar om de foto die erin zit. Of een plaatje, afbeelding, poster, art. Ik vond het hier namelijk heel erg leuk het uitzien. Het zijn 2... Oh god, nu moet ik het ook wel goed zeggen. Cheetahs? Oh, ik ben zo slecht in beesten. Ja, cheetahs toch? Ja, het zijn cheetahs. Panthers. Met palmbomen. En ik vond dat heel erg lekker uitzien. En het is wel een beetje in het steltje wat ik in mijn kamer heb. Met dat neutrale. Geen idee waar ik het neer ga zetten. Ik heb er geen ruimte voor. Maar ik vind het leuk. Voor nu, chill team daar. Je ziet hem net niet daar. Dan gaan we volgens mij weer verder met de dingen van de Action. Ik heb een storage box with mirror. Dus in het Nederlands een opbergbox met een spiegel. En ik hoop dat ik hem open krijg, want ik kreeg hem in de winkel niet open. Oh ja, hier. Kijk dit nou eens. Ik vind dit systeem zo leuk eruit zien. Je kan dan hier wat make-upjes erin doen. Zo leuk. Oh, hallo. Ik heb echt nog geen idee waar ik dit neer ga zetten. Heb ik er ruimte voor? Nee, zoals de rest van mijn dingen. Maar ik kon het gewoon niet laten liggen. En dat dit nou iets van de Action was, was ik heel erg verbaasd over. En je kan hem ook gewoon zo opbergen. Je hoeft hem niet per se zo uit te klappen. Dus dat vind ik wel het mooie eraan. Dit zou denk ik fijner geweest zijn als het zeg maar 2 keer zo groot als dit was. Dat ik meer opbergruimte. Maar het idee vind ik wel heel erg leuk. En misschien kom ik wel een keer een grotere variant wat tegen. Mocht je zoiets hebben wat groter dan dit is, laat het me vooral weten. Want dan wil ik dat hebben. Oh, hallo. Zit dit? Dan heb ik een aantal kussenschappen. Ik heb heel wat kussens in huis. Op mijn bed heb ik wat kussens liggen. In de woonkamer. Soms wordt het gewoon tijd om je kussenslopen te veranderen. Ik was al een tijdje op zoek naar nieuwe slopen. Maar ik wist eigenlijk niet exact waar ik naar zocht. Maar toen zag ik deze liggen bij de Action. En ik dacht, oeh, dit is best wel cute. Hij ziet er ook niet echt per se cheap uit. Ik vind de slopen van de Action 9 van de 10 keer wel heel erg fijn. In het begin waren ze niet echt heel erg mooi. Maar ik merk dat ze nu wel steeds meer
neutrale slopen hebben. Voorheen zag ik alleen maar van die gekke, opvallende, gewoon niet echt iets in mijn stijl. Maar nu wel. Dus ik heb deze twee keer gehaald. En de maten van deze slopen zijn 45 bij 45 centimeter. En dan heb ik nog eentje. Dit met een schelpenpatroon. Het lijkt een beetje op een schelp. Ik weet niet of dit een bepaalde benaming heeft. Maar ik vond het patroontje wel leuk. En de combinatie van deze twee slopen vond ik ook wel matchen. Ik ben benieuwd of het überhaupt matcht. Want het idee was om deze slopen op de bank te dumpen. Want daar heb ik nu lelijke, nou ja, ze zijn niet lelijk. Maar ik heb gele slopen. Maar mijn huisgenoot en ik zijn er gewoon op uitgekeken. We willen gewoon wat anders. Dus dit. In totaal 4 nieuwe slopen. Ik ben er blij mee. En hopelijk mijn huisgenoot ook. Dan heb ik Design Paper Deluxe with Foil. Dus luxe design papier met folieprint gehaald. En ik heb echt een zwak voor decoratiepapier. Het zag er zo leuk uit. En ook al ben ik nu niet bezig met bullet journaling, toch leek het me wel leuk om dit te halen. Of voor een aankomende planner. Of voor andere dingen. Maar dit is ook wel ideaal voor een planner of iets dergelijks. Want het heeft ook hier een to-do-lijst. Heel nice. En dan kan je ze gewoon eruit knippen volgens mij. Ja, of eruit scheuren. Nee, uitknippen. Ze hebben geen scheurlijntjes. Ze hadden hier ook verschillende varianten van. Maar deze sprak mij het meeste aan. Dus ik heb deze gehaald. En ik kreeg de laatste tijd ook nog best wel vaak de vraag of ik weer ga beginnen met bullet journal video's. Ik wil dat wel gaan doen. Ik geef tijd altijd de schuld. Maar ja, ik moet gewoon prioriteiten stellen. En echt gaan beslissen waar ik mijn tijd aan spendeer. En ja, op dit moment lukt het gewoon niet om bullet journal video's te maken. En ook, alles als ik bullet journal, wil ik wel creatief bezig zijn. En die creativiteit hebben. En niet geforceerd worden dat ik iets moet maken. Want dan ben ik er niet tevreden mee. Maar wellicht dat ik in het nieuwe jaar bullet journal video's ga maken. Ik weet het nog niet zo goed. Misschien ander soort plan video's. Ik ga er nog over nadenken. Maar ik kon dit niet laten liggen. Dus ik heb dit alvast voor ooit ingeslagen. We gaan verder. Dan heb ik hier Christmas gift labels. Dit is gewoon ideaal en leuk om je kerstcadeautjes mee op te leuken. En helemaal zo'n label. Want dan kan je duidelijk maken voor wie het cadeautje is. En dit komt altijd wel van pas. En dan hebben wij mijn allerlaatste aankoop. En dit is een anti-klitspray. Een anti-tangle spray. Met vitamine B5. Heel fijn. Ja, mijn haar zit altijd in de knoop. Je ziet het misschien nu niet. Maar ik irriteer me er zo erg aan. Vandaar dat dit ideaal is. Ik heb deze al eerder een keer gehaald. Echt al een hele tijd geleden. Misschien wel 2-3 jaar geleden. En ik vond het prima werken. Dus ik dacht, weet je, ik haal hem wel nog een keer. En als ik hem niet meer fijn vind, dan niet. Ja, zo makkelijk is het. Oh ja, misschien wel leuk om mee af te sluiten. Dit heb ik niet gekocht, maar wel recentelijk gekregen. Het zit in dit tasje. Dit is officieel een cameratas. En in de cameratas zit een nieuwe camera. Jullie weten dat ik een camera-obsessie heb. Ik hou van camera's. En vanaf nu heb ik ook een samenwerking met Olympus. En ik ga de aankomende tijd hier heel veel mee experimenteren. Foto's maken, filmpjes maken. Eigenlijk van alles en nog wat. Maar ik ben hier echt super blij mee dat ik deze ook eventjes in deze video een plekje wilde geven. Voor de rest is deze video niet door een gesponsord of zo. Maar ik ben er gewoon echt, ja, extreem enthousiast over. Dus ik dacht, ik deel hem gewoon eventjes. Misschien vinden jullie het ook leuk om mijn nieuwe familielid te laten zien. Dat allemaal te hebben laten zien. En ik weet niet of dat een goede Nederlandse zin is. Vanaf nu wel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En mocht je iets uit deze shoplog ook hebben of ook willen kopen, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En al eerder in deze video had ik gevraagd of jullie mee willen denken
over video-ideetjes die ik in het nieuwe jaar kan uitvoeren. Ik vind het wel fijn als jullie ook een beetje mee kunnen denken. Want ja, dan weet ik ook wat jullie leuk vinden. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!